Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. We zien jullie niet, dus het voelt altijd een beetje gek om. Het voelt een beetje alsof we in het luchtledige zitten te praten. Maar jullie kunnen lekker reageren in de chat en dan zien we dat binnenkomen. Het is inmiddels 1 uur en we hebben veel te vertellen, dus we gaan direct beginnen. We gaan ons eerst eventjes voorstellen. Ik ben Madelon Meester en ik ben nu ruim een jaar hoofdredacteur van Intermediair. En Intermediair is een work-life platform dat zich richt op mensen met uiteenlopende ambities. En ambitie is natuurlijk ook het thema wat we in deze webinar gaan behandelen. En nog even iets meer over Intermediair. Je vindt veel artikelen op ons platform en ook vacatures en allerlei opleidingen. En dan geef ik nu het stokje over aan Marije. Ja, ik ben Marije de Vries en ik zit hier vanuit kantoor Arnhem. Madelon zit in Amsterdam. En zoals je dat kunnen zien, met een mooie plaat achter jou, Madelon. En ik ben een van de vaste columnisten van Intermediair. En waarin ik maandelijks een onderwerp in de spotlight wil zetten als het gaat om vitaliteit en het creëren van energie. Met name op de werkvloer. En dat is ook mijn achtergrond. Ik heb een eigen bedrijf, dat heet Fit in Nederland. En we helpen organisaties en haar medewerkers om meer energie te creëren op het werk. En dat heeft natuurlijk ontzettend veel raakvlakken met het onderwerp van vandaag. Want we gaan natuurlijk stilstaan bij het onderwerp ambitie. Maar ook, wat is daarvoor nodig om te ontdekken wat je leuk vindt? En ja, je hebt ook een bepaalde dosis energie nodig om keuzes te maken. Dus vandaar hartstikke mooi. En de chat gaan wij interactief inzetten. We vinden het heel erg belangrijk dat je je stem laat horen. Ook al zijn we met best wel veel mensen. 500 mensen hebben zich opgegeven voor deze webinar. Maar wij geven tips. Maar we weten uit ervaring dat de leukste tips en de beste tips vaak uit de deelnemers zelf komen. Dus denk mee, praat mee. Laat vooral je stem horen via die weg. Laten we goedemiddag vanuit het zonnige Deurne. Ja, we zitten waarschijnlijk vanuit alle hoeken van Nederland bij deze webinar. Laten we lekker van start gaan. We hebben er zin in. En nou, let's go. Yes. Nou ja, Marije heeft al veel over verteld. Maar we willen jullie in deze webinar inderdaad laten nadenken over het begrip ambitie. En we vinden het leuk als het lekker interactief is. Dus we werken ook met veel stellingen. Omdat we graag willen weten hoe jullie over bepaalde thema's denken. En om er maar meteen lekker in te komen, gooien we er meteen een stelling in. En dit is de eerste. Een succesvolle carrière verloopt altijd in een rechte lijn omhoog. We zijn heel benieuwd hoe jullie daarover denken. We zien langzaamaan allerlei stemmen binnenkomen. Mooi. Het is er wel. Zelfs iemand. Wat zeg je? Er luistert zelfs iemand mee uit Singapore. Ja, en Australië. Ja, Australië. Leuk. Ja. Leuk. Ja. Ja, dit is wel best wel een hoog overvraagstuk. Hè? Dat het gaat over ambitie. Moet dat in een lijn omhoog lopen? Dat klinkt heel logisch. Maar is dat ook zo? En dat is ook wel de aanleiding om deze webinar te organiseren. En niet omdat wij daar wat van vinden. Of jij of ik. Maar het is vooral belangrijk dat je voor jezelf ook gaat nadenken. Van wat vind ik daar nou van? Hè? En de keuzes die wij maken worden ook veel geleid door je omgeving. Vooral ook door je omgeving. De werkcultuur waar je wellicht dagelijks mee te maken hebt. Maar ook je privé situatie. En als het gaat om keuzes maken is het altijd heel belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Dus er is geen goed of fout natuurlijk. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd en die antwoord mogen jullie geven in de chat. Waarom ben je het er wel mee eens en waarom ben je het er niet mee eens? Laat je horen. Ik zie ook een bericht van Kees dat hij niets hoort en wel de uitslag van de vraag ziet. Dus dat is wel gek. Ja, als dat meer zo is, dan zien we dat graag ook even in de chat. Dan kunnen we gelijk even het geluid testen. Ja, dat is echt wel heel erg raak wat jij zegt, Mirjam. Helaas kan ik je niet zien.
voldoening of de carrière ladder. Dat is ja, ook wel waar het om gaat. Hè? En in dit vraagstuk hebben we het dan wel over de carrière ladder, hè? De ambitie, Marlon, toch? Mm-hmm. Nou ja, ik vind het inderdaad ook wel een hele interessante stelling. Het is eigenlijk, ik zie dat het merendeel het er niet mee eens is. En dat is ook wel een visie die we bij intermediair hebben. Dat het is eigenlijk best vreemd om te verwachten dat in een carrière die 40 à 45 jaar duurt, te verwachten dat je alleen maar stapjes omhoog maakt. Dus er zijn natuurlijk heel veel andere facetten die een rol spelen bij een gelukkig werkend leven. Dus ik vind het leuk om te zien dat veel mensen er ook zo over denken. En ja, interessante input komt er ook binnen in de chat. Ja, wat ik wel mooi vind om ook de mensen die stemmen op mij eens. Het is een aanname, dus je mag erop reageren in de chat. Ik kan me wel voorstellen dat het helpt om zo te denken. Zeker als je ja, ambitieus bent, zoals dat heet. Je hebt een doel, je wil bijvoorbeeld jezelf letterlijk opwerken in een functie of in een organisatie. Dat het ook helpt om vanuit die gedachte te denken. Hoe denk jij daarover, Madelon? Ja, dat denk ik ook inderdaad. Dus het kan ook een goede motor zijn. Maar ik denk ook dat het veel druk met zich meebrengt. Dus dat je daar altijd waakzaam voor moet zijn. Ja, zeker. Ja, mooi. Zullen we naar de volgende stelling gaan, het volgende onderwerp? Ja. En blijf vooral communiceren in de chat. Lees ook van elkaar wat daarover gezegd wordt. Ja. Nou ja, wat ik inderdaad net al eventjes zei van dat intermediair inderdaad ook veel met dat onderwerp bezig is. En dat we eigenlijk net ook een nieuwe campagne hebben gelanceerd, Grip op je ambitie. Dus dat het interessant misschien nog is om daar na deze webinar ook nog eventjes naar te kijken. Ja, we kunnen het programma nog een klein beetje toelichten. Marije heeft dat natuurlijk net al eventjes gedaan. We willen het ook nog gaan hebben over hoe je de juiste keuze maakt in je carrière. Dus hoe je erachter komt wat je wil. Over het trainen van energie gaan we het hebben. Hoe doe je dat? De vraag, moet werk altijd leuk zijn? Het belang van focus. En hoe je positief kunt denken. En vitaliteits- en gedragsverandering is nog een thema wat we gaan behandelen. En dit is de volgende stelling die we aan jullie willen voorleggen. Wie parttime werkt is niet ambitieus. Ik pak hem er weer eventjes bij. Zodat jullie kunnen stemmen. Bas los. Hebben jullie nu weer eventjes de tijd om je mening hierover te geven? Het is eigenlijk ook iets wat wij ook met deze webinar en in mijn columns, maar ook met intermediair. Dat wil niet zeggen dat je wat je mening is, dat maakt niet uit. Hè? Maar ik vind het wel heel erg mooi om dat we goed nadenken over of dat echt zo is. En vooral of dat geldt voor jou. Ik denk dat het belangrijk is dat je ook voor jezelf gaat nadenken hoe je erover denkt. Ik zie ook berichten in de chat binnenkomen. Je kunt op meerdere vlakken ambitieus zijn, zegt Linda. Ik krijg ook een vraag, wat verstaan jullie onder parttime? Nou, officieel is het volgens mij zo dat je bij 4 dagen werk al parttime werkt. Nikita zegt, ik hou van parttime werken. Heerlijk om je op allerlei vlakken te ontplooien. En ik zie inderdaad dat het merendeel het er niet mee eens is met de stelling. Marije, hoe denk jij daar zelf over? Ja, persoonlijk vind ik het een redelijk ouderwetse gedachte. Zeker als je uitgaat dat je 4 dagen dan al part-time werkt. Het is wel zo dat ik kom uit 1981. Ik ben opgegroeid misschien heeft dat ook te maken met mijn Achterhoekse roots. Niet lullen, maar poetsen. En ja, je gaat studeren en na je studie ga je fulltime werken. En pas als je kinderen krijgt, dan doe je een stapje terug. Dus dat is wel een beetje de generatie waar ik
in opgegroeid ben en met die gedachten eigenlijk ook wel groot ben geworden. Dus ik vind het heel mooi om hierbij stil te staan. Het is wel zo dat ik daar moeilijk los van kom. Dus ik heb nog steeds wel, ik vind werk ook leuk en belangrijk. En ik heb ook wel soms moeite mee om minder te werken, omdat dat werkend leven ook heel goed bevalt. Dus ik kan me ook voorstellen voor de mensen aan de andere kant dat ze het ook lastig vinden. Zeker als je misschien wel van mijn generatie bent, dat je dat ook zo vindt. Ja. Nee, ik denk inderdaad hetzelfde als jij, dat het niet zo zwart-wit is. En dat het natuurlijk ook zo kan zijn dat je ambities ergens anders liggen. Wat volgens mij Linda ook in de chat gooide. En tegelijkertijd denk ik ook, wat jij ook zegt, dat je ook ambitieus kunt zijn in je werk als je minder werkt. Maar wat wij helaas wel weten uit onderzoek is dat als je part-time werkt, je minder snel promotie maakt. En tegelijkertijd denk ik wel dat het een serieus probleem is dat veel meer vrouwen part-time werken dan mannen. Waardoor je schreefgroei krijgt en minder vrouwen financieel onafhankelijk zijn. Maar dat is weer een andere discussie. Dan ga ik weer even terug naar de... naar onze presentatie. En we gaan heel eventjes kijken naar een video van Marije Scholten. Ik zie dat dit niet helemaal werkt, dus ik ga even mijn scherm delen. Even kijken hoor. Een video over motivatie. Het geluid. Motivatie, ik zeg wel in het gekscheren, is eigenlijk de brandstof eigenlijk van je wils krijgen. Hoe ga je motivatie bereiken dat je vrienden heeft schoon? Hoe heb je van Amsterdam? En ben jij bijvoorbeeld niet zo gemotiveerd om in een kleine fabriek te gaan werken? Waarom niet? Omdat jij geld hebt. Dan is er weinig motivatie voor 1 euro per dag om in barmelijke omstandigheden kleding te gelopen naaien. Net als jij. Woon jij echt in Bangalore, heb jij heel weinig te eten en geen auto. Dan heb jij een veel sterkere intrinsieke motivatie om toch lekker elke dag weer met een fris gemoed aan de slag te gaan en lekker achter die machines te gaan zitten. Wat tijd aan gaat, hebben dus mensen in deze landen het eigenlijk makkelijker, omdat zij een sterkere motivatie hebben, snap je? Maar jij hebt het niet, want jij hebt je netje in je droogje. Dus jij moet op zoek gaan naar een motivatie. En het kan alleen zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je het leuk lijkt om bepaalde landen te zien. Of bepaalde stukjes van jezelf te ontwikkelen waarvan je zegt van hé, dat zou ik wel leuk vinden om er nog iets verder in te komen. Hé jongens, doe er je voordeel mee. En we gaan elkaar heel graag weer zien. Hé, hoi, met wel. Hey, motivatie, want ik heb ook motivatie vandaag. Motivatie. Dat was hem. Ik ga weer terug naar de presentatie. Het is soms natuurlijk best wel ingewikkeld om erachter te komen wat je motivatie is. Het is best lastig om te bedenken wat je nu echt wil. Dat merk ik ook uit eigen ervaring. En ik denk dat daarin twee zaken vaak door elkaar lopen. Namelijk intrinsieke motivatie, dus wat jij zelf wil. En extrinsieke motivatie, dus wat de omgeving van je verwacht. Alleen is het best wel ingewikkeld om die twee uit elkaar te halen. Marije, hoe sta jij daarin? Nou, ik kijk natuurlijk, dat is misschien ook wel mijn roze bril, maar vooral met de bril vanuit het creëren van energie. Omdat energie en motivatie hangen nauw met elkaar samen. Sterker nog, sommige mensen zien het als twee gelijke. En energie is ook de motor om je motivatie te voeden. Wat ik eigenlijk wel heel interessant vind. En ik ga daar straks in de presentatie nog wel wat dieper op in, is dat je je energie kan trainen. Dus je hebt verschillende vormen van energie, fysiek, mentaal, emotioneel en zoals dat mooi heet, spiritueel, wat vooral in Nederland veel meer gebruikelijk is om het woord zingeving te gebruiken. Je kan dat trainen. En dat train je door je energie te vergroten. Dus in mijn optiek is het heel erg fijn, zeker als je op zo'n punt staat dat je keuzes wil maken of dat je vastloopt, om je te focussen op het vergroten van je energie, zodat je ook makkelijke keuzes kunt maken. En ik zal het straks in het energiemodel nog wat praktischer maken. Het is wel zo dat je dit vanuit verschillende kanten kan bekijken. Ja. Ja. Nou, dat brengt ons weer bij een volgende stelling. Ik zag net dat niet iedereen volgens mij de stelling in beeld zag. Dus mocht dat zo zijn, dat vooral nog eventjes even weten. Um...
Een ambitieloos leven maakt gelukkig. Madelon, jij hebt onlangs daar een podcast opgenomen, toch? Ja, dat klopt inderdaad. We hebben bij Intermediair de Minder Werken podcast. Ik zal het linkje straks ook nog eventjes delen in de chat. Maar we hadden hier laatst een aflevering over. Daarin spraken we Jeroen van Baar, psycholoog, en Marjan Donner, een schrijfster. En zij had het eigenlijk over het omarmen van middelmatigheid. En dat we, ja, dat de meeste mensen middelmatig zijn, maar... En dat ook oké is, dat we dat moeten accepteren en niet de hoge verwachtingen van het leven moeten hebben en van werk en ons werk wat meer als baantje moeten zien. Dus dat was wel, vond ik wel een heel interessant gesprek. Ik zal even dat linkje in de chat ook delen. En volgens mij hebben de meeste mensen inmiddels wel gestemd. Is de uitslag ook te zien? Oké. Is geluk ook niet ambitie? Zeker, dat denk ik ook, Darla. Ja. Een merendeel is het er niet mee eens. Dus dat is wel interessant. Dus we denken toch dat ambities ons wel gelukkiger maken. Ja. Had je dit verwacht, Madelon, deze uitslag? Nee, ik had eigenlijk het meer 50-50 verwacht. Ja. En jij? Nou, ik heb ook wel moeite mee. Maar dat komt omdat ik denk dat het echt heel erg persoonlijk is. En ook wel, misschien heb ik wel makkelijk praten, want ik heb wel mijn passie gevonden en mijn drive. Het heeft ook tijd gekost en moeite. En het was ook heel trial and error wat ik in de chat zag staan. Dus als je op een gegeven moment je geluk hebt gevonden, want inderdaad, zoals Darla zegt, is ambitie ook niet geluk. Als je dat hebt gevonden, dan word je daar dus heel erg blij van. En het is inderdaad maar net hoe je ambitie interpreteert. Ik denk wel, als je drive hebt gevonden, dat je daar heel erg gelukkig van kan worden. Ja, het geeft ook natuurlijk heel veel voldoening, dat denk ik ook. Dus inderdaad dat je bepaalde doelen in je leven hebt en dat je die doelen vervolgens haalt. Dus ik denk dat het een hele mooie drijfveer is inderdaad. Ja, en ik denk inderdaad ook wat je terugleest in de chat, dat het ambitieloos, dat woord, dat maakt de stelling hard. Ja, maar, het of een bijklank heeft. Ja. Idealen nastreven, Martine, dat klopt. Dat is precies wat het volgens mij ook is. Ja. Ja. Hoe maak je de juiste keuzes? Zo, dat is een vraagstuk wat we nog in 50 minuten proberen te, drie kwartier proberen te beantwoorden. Ik denk dat het wel heel mooi is om toe te spitsen op een aantal handvatten. Ik ben eigenlijk wel op zoek naar de volgende sheet. Oké. Ja. Weet je, ik weet niet of jullie regelmatig naar de radio luisteren, maar hoe maak je nou de juiste keuzes? Hoe weet je nou dat je op de juiste weg bent? En soms zou je ook heel graag handvatten willen van mensen om je heen, van je werkgever, van je collega's, van je partner. De bevestiging dat je weet dat je goed bezig bent. Nou, ik vind dat er nu staat er in de top 10 een heel mooi liedje van Pink. Ik weet niet of jullie het kennen, maar laten we er even naar luisteren. Ja, ik ga hem even instarten. Haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I felt alone, still feel afraid. I stumbled through it anyway. I wish someone would have told me that this life is ours to choose. No one's handing you the keys or a book with all the rules. The little that I know I'll tell you. Dan pakken we nog even lekker het refrein mee. Nog even het refrein. Back,
Ja, mooi. Oftewel, Pink vertelt aan haar dochter, ik weet niet of jullie het nummer kennen, in Australië en Singapore moet die ook nu wel een hit zijn, dat kan niet anders, maar Pink vertelt aan haar dochter dat, wat een verschrikkelijke muziek, dat het... ja, dat er geen boek bestaat, dat je het zelf echt moet ondervinden. En dat het heel moeilijk is dat een ander je kan vertellen hoe je je leven moet leiden. Dus zeker een mooi nummer vind ik als het gaat om de betekenis van hoe maak je de juiste keuzes. En ik denk dat het ook een vraagstuk is waar veel mensen mee kampen. En om te kijken naar hoe je de juiste keuzes kunt maken, vind ik het wel mooi om met jullie een techniek te delen. En die techniek die komt uit de Power of Full Engagement. Ik zal zo meteen in de chat het boek zetten. En de Power of Full Engagement is een boek geschreven door een aantal professoren, slimme jongens uit Amerika, die het trainen van een aantal energiebronnen omschrijven. Je hebt namelijk verschillende vormen van energie die je kan trainen en die jou helpen om keuzes te maken, maar ook om je creativiteit te voeden of om het vlammetje, de zingeving weer te voelen. En de allermooiste om mee te beginnen is het trainen van je fysieke energie. En je fysieke energie ligt een grondslag van heel veel dingen die we doen en heel veel dingen die we kunnen doen. En het trainen van je fysieke energie, dat doe je middels het trainen van voldoende beweging, voldoende slaap, vooral deze, hè, goed slapen en goede voeding. Nu wordt dit geen workshop waarin we vooral in deze elementen duiken, maar het gaat vooral om de bewustwording. Maakt niet uit in welke fitheidsniveau je nu in je leven zit. De bewustwording dat de fysieke energie, je gezondheid, de basis is voor heel veel emotionele patronen en keuzes die we maken. Als we namelijk onze fysieke energie sterk hebben, we hebben goed geslapen, dan is het veel makkelijker ook om je mentale energie te trainen. En je mentale energie, dat is het trainen van je focus en je geheugen bijvoorbeeld. Daarnaast, op het moment dat jij goed geslapen hebt en je hebt bijvoorbeeld lekker gesport of lekker bewogen, je bent goed uitgerust, is het ook veel makkelijker om je emotionele energie te trainen. En je emotionele energie, dat gaat echt ook over het geduld. Nou, we hebben afgelopen jaar met COVID aardig wat emotionele energie moeten trainen om het te kunnen vol te houden, oftewel ons geduld en onze focus om met z'n allen goed die eindstreep te halen. Maar als je al moe bent, en ik denk dat mensen met kinderen dat ook wel kunnen herinneren, emotionele energie gaat over geduld en empathie ook. Nou ja, mijn dochter, als ik slecht slaap, heb ik echt minder empathie zelfs en geduld voor mijn dochter. Dus die slaap en die beweging en voeding liggen echt een grondslag ook weer van het trainen van je focusgeheugen. Empathie en geduld. En volgens dit model zeggen ze eigenlijk op het moment dat je dat kan, dat je je basis goed hebt, is het ook makkelijker om keuzes te maken. En keuzes maken doe je door het trainen, het versterken van je spirituele energie, je zingeving. En je kan je bijvoorbeeld ook wel voorstellen dat als jij je fit voelt, je zit lekker in je vel, dat het niet eens, dat het en makkelijker is om aan je omgeving te communiceren wat je wil, je grenzen daarin aan te geven, maar dat je ook meer energie hebt om jezelf te ontwikkelen en te leren en te ontwikkelen. Nu ben ik ontzettend benieuwd naar, waar ligt jouw... Marie, ik zie dat Saskia zegt, dat zouden sommige werkgevers ook wel bewuster mogen. En daar ben ik wel benieuwd naar, want jij geeft ook veel trainingen aan bedrijven hierover. Is dat iets... Heb je het idee dat daar wel meer bewustzijn voor komt? Of is dat inderdaad, is daar nog een grote slag te maken? Ja, ik heb er toevallig deze maand een column over geschreven. Dat ik denk dat vitaliteit niet gaat over wie is de fitste. En dat is wel een beetje wat de afgelopen jaren veel gebeurd is, wat wij zien.
Het gaat over het sportabonnement en over veel met fiets naar het werk, wat allemaal heel goed is, hè, maar dan hoef je niet per definitie gelijk 40 kilometer te fietsen of supergezond te eten. Vitaliteit en ook als het gaat om het trainen van je energie, zodat je ook keuzes kan maken in je leven, gaat vooral over leren en ontwikkelen. Dat je de energie en de motivatie hebt om de zoektocht aan te gaan. Dus the book of all the rules, die is er niet. Maar je hebt ook energie nodig om je eigen boek te schrijven, letterlijk. En ja, dus wat wij vooral ook hopen te bereiken is dat organisaties vooral openstaan om vitaliteit veel meer te integreren in bij learning and development, bij leren en ontwikkelen. En dat we medewerkers bewust maken dat als ze goed voor zichzelf zorgen, dat het ook makkelijker is om je pad te volgen. Dat is wel een transitie, ja. Ja, precies. Ja, ik zie dat Yilda zegt, mijn werkgever biedt nu uurtjes mindfulness aan. Is dat inderdaad een goede, ja, zouden meer werkgevers dat moeten doen? Ja, dat is ondersteunend, zeker. Dat helpt zeker. En het is eigenlijk nog leuker als je dat soort dingen met collega's kan doen. Het is wel zo dat, ook al zou je werkgever het niet aanbieden, de tijd die je vrijmaakt en de focus die je hebt om goed voor jezelf te zorgen, dat is natuurlijk iets wat je ook doet buiten werktijd om. En ja, wat ik zelf mooi vind van het creëren van energie is dat het dus helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Je hoeft helemaal niet de fitste te zijn of te worden. Het gaat juist om de hele kleine dingetjes die het verschil maken. Dus daar hoort mindfulness ook bij. Maar ook gewoon, ja, eigenlijk alle clichés. Hè? De wandeling tijdens je lunchpauze. Ja, gewoon vaak een stuk fruit pakken. Die hele kleine dingen belangrijk gaan maken. Niet omdat je calorieën wil verbranden, wil afvallen of om wat voor reden ook. Maar omdat je goede keuzes wil maken in het leven. Omdat je gefocust wil blijven. Omdat je de energie wil hebben om na het einde van de dag nog eens een keer een boek te lezen. Of een podcast te luisteren. Of je goed te voelen. Dat zou eigenlijk de belangrijkste intentie moeten zijn voor iedereen. Ben ik van overtuigd. Waarom je gezonde keuzes zou moeten maken. Ja. Vooral kleine stapjes. Ja. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd waar jullie, heel kort, waar jullie eigen persoonlijke uitdaging in zit. Hè? Is dat spiritueel? Is dat je emotionele energie? Is dat je mentale of is dat je fysieke? Even kijken van wie zit aan de andere kant van de lijn en hoe denk je erover? Waar zit jouw persoonlijke uitdaging als het gaat om het trainen van je energie? Welke stap zou jij straks na deze webinar kunnen zetten voor jezelf? Zet het in de chat. Focus. Mooi. Ja. Eens kijken wat er leeft aan de andere kant. Ja, vooral die emotionele en die mentale energie is flink geraakt bij veel mensen het afgelopen jaar. Dat is absoluut zo. Ja, ik zie veel focus, onrust in mijn hoofd, motivatie, erachter komen wat ik wil. Dat is best wel uiteenlopende antwoorden. Ja. Veel verschillende uitdagingen. Ja, en wat eigenlijk, ik wil nooit een antwoord simpel maken, maar wel praktisch. Wat eigenlijk geldt voor alle uitdagingen die jullie nu hier in de chat zetten. Als je begint met je slaap, al is soms makkelijk gezegd moeilijker dan gedaan. Makkelijk gezegd is niet altijd makkelijk gedaan, hè. Maar slaap is de basis, de basis, de basis, de basis voor alle vormen van energie. Ik denk dat niemand hier ook zal zijn die dat niet zal ontkennen. Dus ook al wil je na vandaag, en dat hopen we altijd met webinars te bereiken, een stap zetten in het maken van keuzes, in het kiezen voor jezelf, in het vergroten van je energie. Begin bij je slaap. En ervaar voor jezelf hoeveel je uurtjes per nacht je nodig hebt. Voor de meeste mensen is dat tussen de 7 en 8 uur. Ja. Slaapbroek uiterst efficiënt. Goed zo, Sander. En dan is het leuk op het moment dat je wat kan afvinken. Ik beweeg goed. Ik kies voor gezonde voeding. Ik slaap goed. Is het leuk om jezelf uit te dagen? Van hey, op welke vormen van energie kan ik mezelf nog trainen? Misschien kan ik
meer mijn focus gaan versterken of mijn geheugen of juist wat meer mijn emotionele energie trainen of waar we het vandaag over hebben, het stukje zingeving. En zingeving voed je vooral ook door met mensen in gesprek te gaan en door dingen te doen en te ervaren. Ja. En dat is een mooi bruggetje naar de volgende. Ja, ja, we gaan weer even naar een stelling. Maar voordat we die stelling erin gooien, wil ik eerst nog even een filmpje laten zien. Een populaire reclame uit de jaren 90, die sommigen misschien nog wel kennen. Waarin een parodie wordt neergezet van een supersnelle manager die gelooft dat succes een keuze is. Dit is John, manager. Zijn motto, succes is een keuze. John heeft een goede baan en een nog beter salaris. Elke dag geeft hij 200%. 90 uur per week. En om dit vol te houden neemt John altijd om 4 uur een kuppensoep. Zodat hij ook de rest van de dag scherp en alert blijft. En dat zouden meer mensen moeten doen. Sorry. 4 uur. Kuppensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ja, heerlijke reclame. En iemand die gelooft in de maakbaarheid van het leven. Succes is een keuze. En dat brengt ons op de volgende stelling, namelijk negatieve gedachten zitten succes in de weg. En ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Veel mee eens, zie je? Mensen zijn het er ook niet mee eens. Laten we nog heel eventjes doorlopen. Maar ik denk dat wel duidelijk is hoe de meeste mensen erover denken. Marije, hoe denk jij hierover? Ja, ik zie wat interessante antwoorden ook in de chat. Door, je zegt, heb er wel eens last van, daarom maak ik geen keuzes. Irritante conversationen. Ja, dat is helemaal waar. Het raakt ook weer dat stukje zingeving. En eigenlijk het voeden en het trainen van je energie en motivatie. Het is, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de fysiologie. Op het moment dat wij heel veel prikkels ontvangen op een dag. Hè, er zijn theorieën waarin omschreven wordt dat wij op een dag in 3 maanden tijd net zoveel prikkels ontvangen als mensen 50 jaar geleden in heel hun leven. Dat is nogal wat. En we weten dat op het moment dat wij niet goed onze prikkels verwerken, dus weinig rust nemen, slaap natuurlijk, maar ook overdag weinig rust nemen, dat er het stresshormoon cortisol geactiveerd wordt. Op het moment dat het stresshormoon cortisol geactiveerd wordt, raakt dat ook de kern in ons brein, de amygdala. En waar ook negatieve gedachten uit voortkomen. Dus de stelling, ja, ik denk zeker dat dat ook daarmee te maken heeft. Het is alleen soms heel moeilijk om daar, wat Dor ook zegt, om daar los van te komen. En wat heel goed kan helpen, is ook zo praktisch mogelijk tip. En probeer het ook vooral voor jezelf uit. Op het moment dat we al aan de voorkant onze prikkels verminderen. Dus heel praktisch weer minder met de smartphone bezig zijn, maar ook minder switch tasken van telefoon naar e-mail. Dus wat met meer focus gaan werken. In combinatie met voldoende rust en beweging, waardoor je stresshormoon ook kalm blijft en niet de hele dag opgejaagd wordt, heb je ook minder last van negatieve gedachten. Dus je kan ook preventief aan de voorkant voor zorgen dat je minder last hebt daarvan. Dus door, misschien helpt dat voor je. Want op het moment dat je minder last hebt van negatieve gedachten, is het ook weer makkelijker om uit je comfortzone bijvoorbeeld te gaan of je daardoor te laten leiden. Dus dat zijn nog wel eens praktische tips die echt heel erg werkbaar zijn voor heel veel mensen. Ik zie hier ook door Sander, ik merk dat de corona het aantal prikkels drastisch omlaag is gegaan. Ja, een negatieve uitwerking op een aantal vlakken. Ja, dat heeft ook te maken met dat brein. Aan de ene kant is het heel goed wat gebeurt, want op het moment dat onze prikkelreductie afneemt,
wordt er een ander gedeelte in ons brein geactiveerd. Dat heet het default mode netwerk of het terugvalnetwerk. Je zou het voor de gein ook eens moeten proberen. En misschien, Sander, helpt dat. Het terugvalnetwerk in ons brein, dat is het gedeelte in het brein ook waar creatieve processen ontstaan, maar ook waar inzichten ontstaan. Dus ik denk dat iedereen het wel herkent dat je onder de douche staat en dat je opeens dacht, ha, ik heb het. Of ik weet het. Of dat je opeens een goed idee had. Sommige mensen hebben het ook op de toilet. Want dan kom je tot rust en dan zit je in een niet of een minder geprikkelde situatie. Of in de trein. En Erik Scherder heeft daar ook hele mooie masterclasses die je op YouTube kan bekijken. En hij adviseert en promoot eigenlijk ook om te staren. Het nadeel van staren is dat het in een staat van verveling komt. En een staat van verveling kan ook negatieve gedachten oproepen. Of je kan je daardoor een beetje down voelen. De zondagmiddag blues is ook wel bekend bij veel mensen. Dat ze echt tot rust komen, dat ze een beetje vervelen. Dat ze zich een beetje down kunnen voelen. Maar weet dat dat goed is. Want als we het ook hebben over keuzes maken. En wat vind jij belangrijk? En wat betekent ambitie voor mij? En welke stappen wil ik maken in mijn leven? Is dat terugvalnetwerk heel belangrijk om die vooral te trainen en aan te spreken. Want het geeft je niet alleen inzichten. Het zorgt er ook voor dat je creativiteit gevoed wordt. Alleen accepteer daarnaast ook wel de lijn dat het soms gepaard kan gaan met verveling. En wat volgens mij Sander ook nog wel bedoelt, is jammer dat we even niet zo met elkaar in gesprek gaan, maar vast heel herkenbaar is voor velen. Een niet geprikkelde situatie die te lang duurt, het brein wil ook uitgedaagd worden. Dus dat is natuurlijk wat werk ook met ons doet. Naar buiten gaan, de trein, gesprekken met mensen, het zet je aan het denken. Dus ook minder prikkels zorgt ervoor dat je dat ook kan ervaren. Dus een hele mooie balans vinden tussen enerzijds onnodige prikkels realiseren. En aan de andere kant jezelf wel blijven voeden met mooie kennis, leuke mensen, webinars zoals dit. En hier hebben we inderdaad nog even terug het energiemodel om dat te trainen. En om dit nog even samen te vatten en heel praktisch te maken. Slaap, dan beweging, dan voeding. Veel mensen maken voeding belangrijk, dat is ook heel belangrijk. Maar bewegen en slaap zijn eigenlijk nog wel iets belangrijker om je energie te trainen. En begin met kleine stapjes, hè? En je emotionele energie trainen door goed te slapen. Dat is wel eentje die heel mooi samenhangt. En je spirituele energie, maar in Nederland zeggen we eigenlijk zingeving. Is wat duidelijker. Trainen door goed voor jezelf te zorgen op die fysieke energie. Maar ook van de week, vandaag, vanmiddag, straks. Even op de wc te gaan zitten. Morgenochtend onder de douche. Even een beetje staren. Of als je straks in de trein naar huis gaat omdat je nu op het werk zit. Even staren. Kijken wat er gebeurt in het brein. Het gaat je zeker helpen om bepaalde inzichten te creëren. Maar ik denk dat het heel mooi is om onze mentale energie, om daarbij stil te staan. En dan gaat het toch over focus. Hebben we een volgende sheet, Madelon? Yes. We hebben weer een nieuwe stelling. Werk moet altijd leuk zijn. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover over denken. Ik sluit deze heel eventjes af. Even kijken hoor. Hier is hij. Als het goed is, zien jullie hem nu in beeld. En kunnen jullie weer stemmen. En ik ben ondertussen wel benieuwd, Marije, hoe jij daar ook over denkt. Ja, ik zit ondertussen ook even snel de chat te scannen. Ik vind het echt leuk, jongens, dat jullie zo meedenken. En de tips die jullie geven zijn echt heel, heel mooi en heel aanvullend. Dus lees ook elkaars opmerkingen. En ik zag hier nog een mooie waar ik even op wil reageren. Ik hoop dat ik hem nog kan vinden. Kun je zingeving opvassen als verbinden met de wereld om je heen? Ja, zeker. Dat is wel heel mooi om daar even bij stil te staan. Wat houdt het in? Ik denk dat het ook belangrijk is dat je voor jezelf bepaalt waar je zin van krijgt. Maar zingeving gaat het vooral over het voeden van je energiebronnen. En dat is zeker ook de mensen om je heen. Ja, dus dat heeft niet altijd te maken met de zingeving om hoog op die ladder te komen of om ambitieus te zijn. Maar het gaat vooral over het voeden van je energiebronnen. Waar word jij gelukkig van? En werk moet altijd leuk zijn. Ja, ik zou willen dat dat zo was. Ik ben het er wel mee eens.
werk moet altijd leuk zijn. Ik ben er wel mee eens, maar het is niet realistisch. Ja, ja. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om te kijken naar je energiebronnen. Ook weer dat stukje zingeving en je taakeisen. Dat staat in relatie tot deze stelling. En je taakeisen zijn eigenlijk de dingen die je moet doen. En die je soms energie geven, maar soms ook niet. En je energiebronnen, dat is echt waar je energie van krijgt. En op het moment dat je je energiebronnen kunt vergroten, dus meer keuzes kunt maken, kunt focussen op de dingen waar je energie van krijgt, dan zul je ook het steeds meer met deze stelling eens zijn. Hoe zie jij dat, Madelon? Ik zag net iemand zeggen dat werk voor 51% leuk moet zijn. Dus net iets meer leuk dan niet leuk. En ik denk inderdaad dat het wel belangrijk is dat je je werk grotendeels leuk vindt. Want anders dan wordt het wel een hele lange rit als je jezelf elke keer naar werk moet slepen. En tegelijkertijd, en ik denk dat je dan ook niet goed functioneert in je werk als dat zo is. En tegelijkertijd denk ik ook wel dat we werk wel heel groot en belangrijk maken. En dat we ook geneigd zijn om onze identiteit daaraan te ontlenen. Terwijl ik denk dat niet per se goed is. Want als je werk dan wegvalt, dan ben je eigenlijk niets meer. Dus waar we het eigenlijk net ook over hadden. Van, ik denk dat het, hoe moeilijk dat ook is, ook best wel kan helpen om je werk wat meer als baantje te zien. Maar ik ben het er zeker mee eens dat het wel van belang is als je werk grotendeels leuk vindt en dat je er energie uit haalt. Ja. Ja. Dan ga ik weer eventjes naar de presentatie ook. Ja, ik heb gekozen voor een hysterisch filmpje. Ik ben van nature een beetje hysterisch, dus het past wel bij mij. Het is redelijk Amerikaans, maar wat ik zo ontzettend leuk vind, persoonlijk, is niet alles te letterlijk nemen. Maar deze beste man, die vertelt wel een paar waarheden in mijn ogen. In die zin, als je kijkt naar, het maakt niet uit wat het is, wat je wil doen. Er zijn een aantal elementen die ontzettend belangrijk zijn. En ik zou zeggen, pak even een kop koffie of een kop thee of een glas water. Luister en kijk even naar dit filmpje. En zet deze, eigenlijk belangrijke kenmerken van gelukkig zijn in het leven, succes hebben, wat het dan ook is, in de chat. Wat hoor je uit deze film? En ondertussen ook even gewoon lekker ontspannen en luisteren. Komt-ie. My own parents didn't believe in me. I mean, my mother was concerned all the time that I was crazy. Or something else. My father said to me, why are you training your muscles? Go out and chop wood. Do something for people. Be useful. Then you will get your muscles. Not with these weights in front of the mirror, idolizing yourself. I heard that all the time. But they didn't listen. Do you know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. I knew where I was going. That I'm going to become this bodybuilding champion. I was so relieved. Because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. But that's rule number one. Have a vision. Rule number two is, don't listen to the naysayers. The thing that I heard out of people's mouth was, that's impossible. That can't be done. Now that's very encouraging, isn't it? But you know something? I didn't give a shit. And I did not listen to the naysayers. I didn't listen to them at all. So when someone says, no, this is a stupid idea, you in your mind, you don't have to say it, but in your mind just say this, fuck you, you're an asshole. We have so many of those people that say no and you can't do it, that's impossible. But when you start doubting yourself, that's very dangerous. The best revenge is success. Remember that. Work your ass off.
You cannot get around. You have to work and work and work. I can tell you. And it drives me crazy when people say that they don't have enough time to go to the gym for 45 minutes a day and work out. Let me tell you something. When I went to America, I went to college. I went and worked out 5 hours a day. And I was working on construction. Because in those days in bodybuilding, there was no money. So I had to go to work. So I worked on construction. I went to college. I worked out in the gym. And at night, from 8 o'clock at night to 12 midnight, I went to acting class 4 times a week. So I did all that. There was not one single minute that I wasted. That is working hard. I've never ever had a plan B. And the reason, one of the main reasons why people want to have a plan B is because they are worried about failing. And that's not good. Because people perform better if you don't have a plan B. Hey, we all lose. You have to fail in order to climb that ladder. And winners will fail and get up. Fail and get up. Fail and get up. You always get up. That is a winner. That is a winner. Whoever stays down is a loser. It's okay to fail. Let's just go all out and give it everything that you got. That's what it is all about. Yep, mooi. Nou goed, deze, dit gaat natuurlijk in, deze, in dit filmpje niet om bodybuilding. Het maakt niet uit wat je doel ook is. Hij noemt ook een keer de ladder. Nou, we hebben het hier ook niet over de lineaire lijn omhoog. Maar inderdaad, wat je ook terugleest in de chat, het lijkt echt fantastisch als je dus een doel hebt waar je voor kunt gaan. Maar het raakt natuurlijk wel heel veel onderwerpen waar we het vandaag ook over hebben. Wat ik zelf persoonlijk heel erg sterk vind aan Arnold for President, zoals het ook genoemd werd in de chat, is never have a plan B. Dus je wordt soms in het maken van keuzes heel erg beïnvloed, bewust en onbewust, bedoeld of onbedoeld, door je omgeving, door je werkgever, door COVID, door heel veel zaken. Maar doordat je altijd in jezelf blijft geloven en never have a plan B, bij jezelf blijft, dat is uiteindelijk waar je volgens mij gelukkig van wordt. Dus dat vind ik zelf persoonlijk heel krachtig en het belang van focus en het trainen van die mentale energie. En het trainen van je mentale energie is dat je voor jezelf een focuspunt kan bepalen en dat je daar aan vasthoudt, wat de omgeving ook zegt of wat er dan ook gebeurt. En nu ga ik even kijken naar de chat. En Madelon, wat vind jij? Nou ja, ik vind het wel interessant wat Angela zegt. Geen plan B hebben ben ik het niet mee eens. Ik ben nu bezig om me om te scholen. Maar het dus, ja, ik heb dus wel een plan B en dat geeft me juist houvast. Dus ik ben inderdaad wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Ja, uiteindelijk is dat op zich, heeft dat niet zoveel te maken met plan A of B kiezen. Je gaat weer op zoek naar een nieuwe purpose, nieuw doel. En dat is dan op dit moment, of eigenlijk een nieuwe weg, het ontdekken, het trial and error, om te kijken van wat past. Dus in het geval van een Arnold of mensen die een heel duidelijke stip op de horizon voor zichzelf hebben bepaald in hun werk of privéleven, die kunnen ook deze uitspraak doen. Maar het gaat erom, als je hem mee, Angela, als je hem op een gegeven moment gevonden hebt, hè, dus je krijgt heel veel energie van iets nieuws, dat het ook heel mooi is dat je daar lekker in gaat bijten. Want daar kun je dus heel gelukkig van worden. Dus vanuit dat perspectief zou ik hem vooral bekijken. Ja. En inderdaad, topsporters hebben het heel hard. Ik denk ook voor mensen die zich heel erg kunnen vinden in het hard werken, zullen hier veel herkenning in hebben. Maar focus zorgt ook voor dat je keuzes kan maken en dat je gelukkig kan worden. Er zijn een aantal technieken uit de positieve psychologie die je hierbij kunnen helpen. En voor mensen die niet zo goed begrijpen wat het verschil is tussen psychologie en de positieve
positieve psychologie. Bij de positieve psychologie gaan ze vanuit dat je niet ziek hoeft te zijn om jezelf te verbeteren of jezelf te versterken. Dus het zijn tips om eigenlijk te werken aan je performance en aan je mentale fitheid. En wat een hele mooie techniek is die heel goed werkt. Ze zeggen zelfs dat je na 3 weken voor je omgeving, voor jezelf een leuker persoon gaat worden. Maar dat zal je echt zelf even moeten ervaren. Is wellicht vaak gehoord, maar doe het maar eens. Het tellen van je zegeningen. Elke avond in bed bijvoorbeeld 3 dingen opnoemen, opschrijven of visualiseren die dag goed waren gegaan. Het is een techniek die je helpt het kleine te waarderen. Letterlijk je brein te trainen om de aandacht te zetten op de positieve dingen. Dus een hele mooie techniek om voor jezelf eens uit te ervaren of het voor je werkt. Dus het opschrijven, het visualiseren van de 3 dingen die dag goed gingen. En het liefst, hoe kleiner, hoe beter, hoe meer je het kleiner gaat waarderen. Dus dat is echt een hele mooie techniek. Een techniek die ook heel goed helpt, maar ik heb hem al genoemd, is het verminderen van prikkels. Dat is eigenlijk wat meer een preventieve methode om positiever te kunnen denken. Oftewel, meer prikkels zorgen ook voor meer gedachtes en vaak ook voor meer negatieve gedachten, zeker als er minder rust in zit. En de techniek is ook, en die werd ook flink benoemd in de chat, het staren. Dus het zou leuk zijn als jullie daarmee aan de slag kunnen gaan om de ondersteuning van je mentale fitheid. We hebben nog een mooi sheet. Ik kijk ook even naar de tijd. En dat is volgens mij de laatste. Vitaliteit en gedragsverandering. Nou, eigenlijk gewoon, hoe ga je ervoor zorgen dat een aantal dingen gaan lukken? Hè? Dus dat de doelen die je stelt, of de zaken waar je energie van krijgt, dat je dat ook kan vasthouden. Ik zou heel graag, voordat ik hier wat over ga vertellen, ook even terug willen gaan naar de chat. Madelon, wat zie jij nog gebeuren in de chat? Nou, wat ik net wel leuk vond, toen jij zei van die dingen opschrijven, 3 dingen opschrijven die positief zijn, dus je zegeningen tellen. Saskia, geloof ik, die zei dat ze daar juist heel verdrietig van werd toen ze dat deed. Omdat alles zo onbenullig leek daardoor. Dus dat vond ik wel een interessante. Het is jammer dat we het nu niet makkelijk direct met elkaar kunnen uitvragen wat dat is. Benieuwd ben inderdaad wat daarachter schuilt. En ik zie ook nog een tip dat Harm Edens daar een mooi boek over heeft geschreven. Over positieve benaderingen. Dus ja, heel leuk dat iedereen zo meedenkt. En wat mijzelf ook wel helpt bij positief denken, is dat een perspectiefwisseling werkt voor mij eigenlijk heel erg goed. Dus als ik negatief denk over iets wat ik heb gedaan of ga doen, dan vraag ik me af, zou ik een vriend ook net zo hard beoordelen als dat ik mezelf beoordeel? En dat werkt ook heel goed, omdat eigenlijk het antwoord altijd nee is. Dus dat, daar hebben anderen misschien ook nog iets aan. We zijn inderdaad bijna aangekomen bij de laatste slide. Over vitaliteit en gedragsverandering. En Marij, ik ben benieuwd inderdaad wat je daar nog voor tips bij hebt. Nou, het is eigenlijk een samenvatting van de tips die jullie ook gegeven hebben. En ook de onderwerpen die we vandaag hebben besproken. En ook weer even terugkijkend naar Arnold for President. Gedragsverandering is natuurlijk start bij het stellen van een doel. Dus als je iets wil veranderen of verbeteren. En ik kijk dan ook vanuit de bril, vanuit amplitie. Amplitie gaat ook over het versterken van wat goed is. Preventie gaat over voorkomen, verbeteren, voorkomen. Voordat iets slechter wordt. Dus vanuit van die amplitieve bril wil ik vooral kijken. Dat je kijkt naar versterken wat al goed is. Dus misschien kan je een doel voor jezelf op dit moment visualiseren, opschrijven, benoemen. Waar je zegt van, hé, dat zou ik wel willen verbeteren. Of dat wil ik wel aanpakken. En dan mag je die in je hoofd even als voorbeeld nemen. Als het gaat om... Waar moet een doel aan voldoen? Dus kan je daar iets meer bij vertellen nog? Hele goede vraag. Kunnen we een webinar op zich aan besteden? Ik denk dat je er blij van moet worden. Als je het voor je ziet,
Je ziet jezelf in die situatie. Dat kan zijn heel duidelijk in die nieuwe outfit, 10 kilo lichter tot aan in die nieuwe baan. Waar je jezelf 's ochtends naartoe ziet gaan. En de werkplek waar je je dan op bevindt. Dus dat je de situatie visualiseert waarvan jij denkt, oh, als ik me in deze situatie zal bevinden, dan krijg ik daar een goed gevoel bij. En soms is dat een ritueel van 's ochtends opstaan tot inderdaad het visualiseren van de werkplek. Tot het gevoel wat een bepaalde kledingmaat oplevert. Hè, als we zeker ook kijken naar vitaliteit. Dus dat is heel erg persoonlijk. Je krijgt er een goed gevoel bij als je het plaatje voor je ziet. Nou, uiteindelijk wil je daar naartoe. En dan is het heel belangrijk dat je dat plaatje ook regelmatig kan oproepen. Maar hoe het werkt met het brein, daar zit ook dat energiemodel ten grondslag. Dus ook die fysieke energie trainen, dan val ik weer in herhaling. Maar die is wel echt heel erg belangrijk om vol te houden. Omdat je uiteindelijk ook de fysieke energie nodig hebt als motor om keuzes te maken en gefocust te blijven. En als we kijken naar gedragsverandering, begint dat echt met kleine stapjes. En met een mooi woord wat ontzettend goed helpt, is context creëren. Oftewel een nieuwe omgeving creëren voor jezelf. Want de omgeving waar je in werkt, waar je in thuis werkt, waar je in leeft, je vrienden, je familie spelen ontzettend een belangrijke rol of het gaat lukken. Dus op het moment dat je aan je vrienden en familie je doel kan uitspreken en mee kan visualiseren en aan je aangeeft dat je dat belangrijk vindt, dat is al een ontzettend belangrijke stap om te zetten. En dan komt natuurlijk ook weer Arnold om de hoek. Never have a plan B. Probeer je daar ook aan vast te houden. En probeer dat gevoel sterker te krijgen. En het vaker te visualiseren. En om daar te komen. Is de allermooiste stap. Waar je hopelijk vandaag of morgen al mee kan beginnen. Is het aanbrengen. Of het organiseren van een nieuw ritueel. In je leven. En als het gaat om het trainen van die fysieke energie. Kan je een nieuw ritueel creëren rondom slaap. Heel praktisch, hè? Dus een slaapritueel. Hoe je vannacht gaat slapen bepaalt wel even wel te maken met hoe je vandaag leeft. Dus ontspanning overdag, voldoende beweging en voldoende en op tijd afschakelen in de avond is een heel mooi voorbeeld. Maar het ontwikkelen van een nieuw ritueel op je werk kan natuurlijk ook zijn dat je bepaalde taken of bepaalde energiebronnen bij elkaar brengt. Zodat je ook in de ochtend een hele fijne start van de dag hebt. Wat je gelijk al een hele fijn gevoel geeft voor die dag. Dus het ontwikkelen van nieuwe rituelen. En een ritueel is een treintje van 2 of 3 activiteiten die je aan elkaar koppelt. Dat zorgt ervoor dat nieuwe gewoontes tastbaar worden. En ook dat je er minder over hoeft na te denken. Dus nogmaals, in het geval van vitaliteit is dat vaak wat makkelijker te verwoorden. Het sportritueel, altijd op dinsdagavond ga ik. Altijd tussen de lunch pak ik een blokje van een kwartier. Ontspanning eigenlijk hetzelfde. Ik probeer altijd minimaal 3 keer een kwartier per dag even mijn telefoon weg te leggen. En even niks te doen of een boek te lezen. Of ik probeer elke ochtend eerst een boek te lezen, dan een kop koffie en dan een stukje te wandelen. Dat is ook een voorbeeld van een mooi nieuw ritueel. Nou, en zo bouw je rituelen uit en maak je steeds meer treintjes gedurende de dag en ontstaan eigenlijk nieuwe gewoontes. En dat is eigenlijk de kracht van gedragsverandering. Het vergroten van je energie, je focus houden en het ontwikkelen van nieuwe rituelen. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze webinar. Ik zie dat ook een aantal mensen in de chat gooien dat ze er vandoor moeten. Nou, we willen jullie heel erg bedanken voor het luisteren en we hopen dat jullie er iets aan gehad hebben. We hebben het ook opgenomen, dus we gaan hem nog delen op het YouTube-kanaal van Intermediair. En mochten jullie nog eventjes tijd hebben, dan hebben we nog een evaluatieformulier dat jullie mogen invullen, zodat we hiervan kunnen leren nog bij volgende webinars. Nou, voor nu heel erg bedankt.